We gaan iets bespreken over bloed en hoe dat reageert op hoogte, of meer hoe jouw lijf reageert op extreme hoogte. In 15.3 staat een plaatje, bron 16. Daar staat bij, de ijle berglucht bevat minder zuurstof. Bergbewoners hebben per milliliter bloed meer rode bloedcellen. Omdat er op grote hoogte minder zuurstof is, is dit een natuurlijke reactie van het lichaam. Je wil toch uiteindelijk dezelfde hoeveelheid zuurstof terecht krijgen bij alle cellen. En dat lost je lijf op door in rap tempo de rode bloedcellen bij te maken. Van dat fenomeen maken sporters gebruik door vlak voordat ze moeten pieken, bijvoorbeeld Olympische Spelen, op grote hoogte te trainen. Schaatsers doen dat bijvoorbeeld in Davos, is het geloof ik Davos, ik weet niet hoe je het uitspreekt. En als je daar gaat trainen, dan heb je in het begin daar echt moeite mee, want je hebt weinig zuurstof en je gaat niet zo hard als je dacht misschien. Maar na een paar weken heb je genoeg rode bloedcellen aangemaakt om voor dat verschil te compenseren. Als je dan vervolgens vlak boven de zeespiegel dan gaat sporten, bijvoorbeeld T-half, dan ga je veel harder dan je voorheen ging. Je hebt namelijk nog steeds die grote hoeveelheid rode bloedcellen. Je neemt meer zuurstof op dan je normaal zou doen en je spieren werken harder. Alleen houdt het effect niet heel lang aan. Dus je moet niet te lang van tevoren stoppen met het trainen op grote hoogte, want anders verlies je in een rap tempo weer die rode bloedcellen. Er zit namelijk een nadeel aan. Het is hartstikke vol in je bloedvaten. Als je kijkt naar het plaatje ernaast, bron 17, zie je dat een rode bloedcel past maar net door een haarvat. En ik vergelijk het wel eens met een soort polonaise. Als ik opeens in het lokaal hier een polonaise zou moeten doen met 60 man, nou dan heb je toch echt wel je maximum bereikt. Als ik met 200 man hier polonaise moet doen, dan is de kans dat het een keer misgaat en dat er een opstopping ontstaat en een goede klont in je haarvat, die is groot. Dus heel veel rode bloedcellen hebben is ook gevaarlijk. Het kan zorgen voor grotere kans op bloedproppen, bijvoorbeeld trombose. Nou is er een sporter geweest, onlangs, die is ook in het nieuws geweest, die heeft een slimme truc bedacht. Wat heeft hij toen gedaan, Niek? Jij weet het waarschijnlijk. Die is in een tent gaan zitten. In zijn kamer. Oh ja, dat heb ik gehoord. Ja, die zwemmer. Die gaat in een tent zitten, maar wat moet je dan in die tent doen? Je kan niet zomaar in een tent gaan zitten van hoppa, dan heb je een hoogtestage. Je moet daar iets mee. Wat doe je met die zuurstof verminderen? Juist, je vermindert de zuurstof in die tent. Dus er zit een apparaat aan vast wat de zuurstof uit die tent haalt. En hij moet dus ook heel lang in die tent zitten. Want elke keer als hij het ritje open moet om een boterham te maken, dan is die tent weer vol met zuurstof en dan is het effect weg. Dus hij moet daar uren achter elkaar in zitten, wekenlang. En het enige wat hij kan doen de hele dag is op bed liggen, is een beetje op zijn laptop werken. Typen, zijn blog bijhouden, weet ik veel wat hij allemaal. Studeren zal hij misschien wel doen. En zo min mogelijk die tent open en dicht. Dus dat is ontzettend saai. En dat is natuurlijk de reden dat heel veel mensen dat er niet voor over hebben. Maar ik weet zeker dat het gaat werken. Want wetenschappelijk gezien is die tent exact hetzelfde als bovenop een hoogberg. Niek. Maar in die tent kun je niet trainen. Ja, jij zegt in die tent kun je niet trainen. Ja, dat is helemaal waar. Dat klopt. En het zal dus een mix zijn van trainen. En na de training, hoppatee, de tent erin. En in ieder geval in slapen. Dat is al een dikke winst. Want ook s'nachts ga je natuurlijk, je lijf gaat net zo hard aan met aan de slag met het maken van nieuwe bloedcellen. Kunstmatig kun je dit effect ook oproepen, meer rode bloedcellen. Wie weet wat je dan moet inspuiten? EPO. Nou, het is wel duidelijk dat Niek in het schaats/fietswereldje zit. Ooit EPO gebruikt? Nee, er wordt gelachen. EPO is natuurlijk doping, hè? Doping mag niet. En EPO, dat staat voor erythropoietin. Dat is een stofje die leidt tot aanmaak van die rode bloedcellen. En dat is dat is makkelijk zat, hè? Zet een spuit in je been, één keer per dag, en je maakt net zoveel rode bloedcellen aan als je zou doen op grote hoogte. Maar dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk. Het is niet voor niets zo dat sommige sporters dood neervallen van de fiets omdat ze doping gebruikt hebben, om het effect wat ik net zei. Er zijn allerlei bloedomloopproblemen, waardoor ze gewoon hartstilstand krijgen. Hartstikke gevaarlijk. EPO is wel een lichaams-eigen stof. Dat maken wij ook aan. Dat is wat je aanmaakt op het moment dat je op grote hoogte zit. Dan maakt jouw lijf die EPO aan. En dan ga je vervolgens meer bloedcellen maken.